Mijn naam is Jacques Kjeltjens en ik ben directeur van het Internationaal Juridisch Instituut. Als mij iemand vraagt wat is het IAI, dan zeg ik dat het IAI een kennisinstituut is met ook een wetenschappelijke basis van onderzoek op internationaal privaatrecht en ook toepassing buitenlands recht, dus rechtsvergelijking. Dit is de grote rechtszaal van het Vredespaleis. Hier vinden nog steeds zittingen plaats van het Internationale Gerechtshof. Veuillez vous asseoir. Dit is na de Tweede Wereldoorlog opgericht door de Verenigde Naties om internationale conflicten vreedzaam op te lossen. Vredespaleis is in 1913 mede opgericht en gefinancierd door Andrew Carnegie, een rijke Amerikaanse zakenman en filantroop die als ideaal had vrede en recht te brengen. Dat was ook de sfeer waarin vijf jaar later, in 1918, het Internationaal Juridisch Instituut is opgericht in dit gebouw. We zijn hier in de bestuurskamer van de Carnegie Stichting. Hier was de oprichtingsvergadering van het Internationaal Juridisch Instituut. En dat schilderij is van Carnebeek, dat was een van de eerste bestuurders. Wat waren dat voor mensen, die bestuurders? Dat waren grote zakenlieden, politici, ministers, hoogleraren. Hoe was het instituut in het begin? Heel ambitieus. Men wilde alle wetten, regelingen internationaal verzamelen. En dat ook ter beschikking aan de hele wereld stellen. Het was eigenlijk een geschenk aan de hele wereld. Dat denk je. Is het IAI nog steeds een geschenk aan de wereld? Ja,